De multiculti-werkgroep van de Bonifatiusschool in Asten hield op woensdag 21 oktober een sponsorloop ten behoeve van het project Eigenwijs. Dat is een project van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Suzanne Snijders, ze staan hier bij de Sint Bonifatiusschool. Wat gaat er gebeuren? Wij hebben zometeen een sponsorloop. Dat doen jullie volgens mij elk jaar? Nou, dat is om de 2 jaar inderdaad. We hebben wel ieder jaar een speciale actie. Het ene jaar doen we een sponsorloop en het jaar erop doen we een schooltheater en dan wisselen we weer om. Dus om de 2 jaar. Jullie hebben nu een sponsorloop en dan zit ook altijd een doel aan volgens mij. Klopt. Op dit moment gaan de kinderen rennen voor de Stichting Vluchtelingenwerk. En dan met name specifiek voor het project Eigenwijs. En wat houdt dat project in? Dat project dat houdt in dat kinderen in asielzoekerscentra, die hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. En die krijgen extra muzieklessen om een klein beetje te vergeten wat er al allemaal gebeurd is en om het ook een stukje te verwerken. Hebben jullie ook vluchtelingen op school? We hebben een aantal vluchtelingenkinderen op school. Dat zijn geen vluchtelingen van de laatste periode, zal ik maar zeggen. Geen nieuwkomers, zo gezegd, maar het zijn wel al kinderen die al langere tijd hier op school zijn. Ja. En hoe vinden die dat nou, dat jullie eigenlijk zoiets gaan doen? Die vinden dat heel leuk, maar met name de ouders merken wij, die vinden het, want we hebben ze bijvoorbeeld gevraagd om dan ook iets te komen vertellen. En dat is dan vaak toch nog een brug te ver om het zomaar eens te zeggen. En de kinderen zelf hebben dat eigenlijk helemaal niet zo in de gaten, want die wonen al een hele tijd in Nederland en die voelen zich gewoon een van ons. Zoals het moet zijn, denk ik. Ja, nu is het programma. Hoe ziet het eruit? Wat gaat er dadelijk gebeuren? We beginnen zo meteen met een gezamenlijke opening, met een warming-up. Hè, zodat alle kinderen inderdaad ook eventjes lekker goed de spieren warm hebben. Nou, en dan hebben we een parcours uitgezet hier in de buurt. De hele buurt is ook verwittigd. En dan gaan ze proberen om zoveel mogelijk rondjes te rennen. En er zijn erbij die willen echt de volle 20 ronden volmaken. Ga maar gauw beginnen. Zullen we doen, het is nodig. Oké, dankjewel. Adam, wat heb jij net gedaan? Heel hard geland. Heel hard gelopen. En hoeveel rondjes heb jij gedaan? 2. 2 rondjes. En waarom heb jij 2 rondjes gelopen? Omdat ik ben moe geworden. Dat jij moe bent geworden, ben je daarom gestopt?